De herfstvlogs intro, de heerlijke herfstvlogs intro aan het filmen. Het is dus witte voordien. Ik heb mijn gezellige brede trui aan. Ik ga ook nog even mijn waterfles hervullen en dan ga ik aan de slag. Ik moet eerlijk toegeven dat ik wel wat moeite had met opstaan deze morgen. Maar dankzij het feit dat mijn gsm niet aan mijn bed lag, kon ik niet mijn gsm pakken en terug eindeloos gaan scrollen. Dus dat is wat. Om vaker te gaan doen. Nu richting mijn bureau. Ik ben heel goed aan het werken, al zeg ik het zelf. Niet super veel afleiding van mijn gsm, maar mijn pauze duurt nog wel net iets te lang. Niet omdat ik op mijn gsm zit, maar omdat ik in een van de pauzes de afwas was gaan doen en ja. Soms ben je gewoon niet klaar in 5 minuten. Hey, heel de morgen aan mijn blog gewerkt. Het is nu 12 uur en ik ga iets eten. De herfstvlogs intro, de heerlijke herfstvlogs intro aan het filmen. Hi, het is nu 8 uur en je vraagt je misschien af, Fogo, waarom heb je al je pyjama aan? Wel, omdat het comfortabel zit en omdat ik nog een deeltje van mijn ochtendroutine moest filmen. Allee, wow, filmen. Hey, even mijn outfit voor morgen gekozen. Ik doe weer mijn favoriete H&M-trui aan. Ik heb mijn gsm al in slaapstand gezet. Ik ga mezelf ook in slaapstand zetten. Maar eerst ga ik nog lezen, want ik wil graag mijn boek vandaag onuitgesproken uit hebben. Dat zal sowieso wel lukken. Ik ga er ook nog foto's van maken, maar ik ben niet vergeten. Ik dacht dat ik het vergeten was, maar toen besefte ik, nee, Fobie hebben het te doen. En ik ben Temptation Island Vips aan het kijken en Thomas van Koppels is wel nog knap. Maar elke keer als hij zijn mond open doet, dan denk ik, nope. Want die... Zo'n playboy. Allee, het lijkt alsof het geen playboy is. Ik kan natuurlijk niet over hem oordelen, want ik heb hem helemaal niet, maar... Ja. Oké, tijd om te lezen. Dan een kleine vraag. Kijken jullie naar Temptation Island Vips? Ik vind het wel nu wel leuker dan de gewone Temptation van afgelopen jaar. Het is half 10 en ik ben aan het twijfelen of ik verder moet lezen aan mijn andere boek of dat ik gewoon stoppen voor vanavond. Ik heb namelijk net het boek onuitgesproken uit te lezen en dat betekent dat ik nog één thuisboek te gaan heb en dat ik ze dan allemaal heb gelezen totdat er weer een nieuwe uitkomt, uiteraard. Ik moet nog het verhaal van Stan en Joren lezen. Wij zijn dus een baby te winnen aan onze straat. Ik heb ook even mijn rij in het opgezet, want ik had echt nood aan een beetje frisse lucht. Ik heb al zin om nog een beetje te lezen. Een verkeerde boek. Dat is het juiste boek. Nog een paar pagina's. Hey. Het is nu 10 voor.
10. En ik ben moe. Ik kan een klein beetje lezen. In het andere boek. Maar ik ben gestopt, vond ik. Dus nogal zware materie. Het is voor mij al en toe heel moeilijk om een non-fictieboek te lezen voor ik ga slapen. Ik vind het veel leuker om fictie te lezen voor ik ga slapen. Maar wel, het is wel een fictieboek waar ik makkelijker door ga s'avonds dan de meeste andere fictieboeken, omdat het ook zo nog fases zijn en heeft van geen zo'n wolf. Maar ik ben er toch wel eventjes aan bezig. Ook omdat ik het heel graag heb over een ander boek die wel fictie is. Dus fictie is niet echt, alleen niet waar gebeurt en niet, ja, terwijl non-fictie eigenlijk alles is die niet fictief is en dus alle biografieën en zo. Ik vind dat wel verwarrend. Je zou net denken dat het omgekeerd is, maar het is zo. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder. Like ook even deze video. En dan zie ik jullie morgen weer. Doedels!